Bij de NIMO is een signeersessie van Annemiek van Münster van haar nieuwste boek. En natuurlijk, Annemiek, gaan we even in gesprek hierover. Want het is niet zomaar een boek. Jij bent slechtziend. Ja, klopt. En jij schrijft een blog over je namens je... Namens begeleidehond, ja. Namens Joko. Namens Joko, inderdaad. En het is ook niet je eerste boek. Maar laten we heel eventjes teruggaan. Want jij bent slechtziend. Hoe slechtziend ben je? Klopt. Want je ziet mij toch gewoon? Nou, het is wel goed dat je een heel geel jasje aan hebt. Want dat zie ik inderdaad wel. Ik ben blind aan mijn rechteroog. En met links kijk ik als het ware door een koker. En wat ik dan zie is heel wazig. Dus ik mis eigenlijk het overzicht en details ontgaan mij. En ik kan geen diepte zien. Maar als ik naar jou kijk, zie ik inderdaad wel geel. Maar ik herken je niet in je gezicht. Ik zie niet of je make-up op hebt of een bril of scheve tanden. Dus iedereen is in mijn wereld altijd heel mooi. Oké, dus ik hoef geen pukkeltjes te maskeren? Nee, ook geen rimpels, alles. Nee, iedereen is bij mij even mooi. Ja, dus het heeft zo zijn voordelen. Ja, dus het gaat om één oog die blind is en één is heel echt slechtziend. Ja, maar je kan gewoon over straat. Nou, gewoon niet, maar met een geleidehond dus. Ja. En als de hond niet bij me is, dan met stok. Ja. Dus dat lukt. Ja, dat gaat goed. En is dat vanaf geboorte? Ja, ik ben vanaf mijn geboorte slechtziend. Het is wel ietsje slechter geworden, maar ik weet eigenlijk niet beter. Dus ik ben het gewend. Ja, en ik heb een beetje over jou gelezen natuurlijk. Ja. En ik volg je ook wel op Facebook met de hond. Leuk. Maar op een gegeven moment ben je pas eigenlijk, heb je gedacht, nu ga ik echt iets ermee doen. Nu ga ik echt accepteren dat ik slechtziend ben. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb eigenlijk altijd op regulier onderwijs gezeten. En later had ik ook een baan. En ik had wel wat hulpmiddelen. Maar dan had ik mijn vergroting zo minimaal mogelijk groter. Dat ik het net kon lezen. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend vermoeiend. En ik wilde al absoluut niet met stok op straat. Ik wilde het niet dat mensen het niet zagen. Ik wilde het eigenlijk niet weten. Nou ja, dat gaat niet. Op een gegeven moment dan ben je gewoon oververmoeid. En ik was echt totaal overspannen. En ik viel toen ook gewoon letterlijk gewoon plat op mijn gezicht. En toen ben ik ook wel hulp gaan zoeken bij Visio. Dat is een organisatie voor blinden en slechtzienden. En zij zeiden van je loopt nu tegen zoveel dingen aan. Ook gewoon letterlijk. Het is wel handig om er nu wat mee te doen. Om echt wel hulp te zoeken. En dat is, toen was ik 12 jaar geleden. Ja. En toen heb ik mijn leven eigenlijk helemaal omgegooid. Zodat ik toch wel beter met mijn handicap kon omgaan. En dus ook eigenlijk alle hulpmiddelen omarmd. Ja. En inderdaad, mensen zien het aan me. Maar Zijn er veel hulpmiddelen? Je zei net al stok en hond. Maar je hebt natuurlijk ook een... vergrootglas? Wat heb je allemaal Ik heb vergrootglas. Ik heb een apparaatje wat bijvoorbeeld boeken voorleest. Dat zit op mijn bril en dan tik ik dat aan en dan leest het dingen voor. Ik heb een stok waar ik ook mee op straat loop als ik Joko niet heb. Ik heb een loopbril voor op de televisie kijken. Ik heb nog een verrekijkertje voor als ik op het station ben. Ja, wat heb ik nog meer? Ja, op mijn iPhone zit natuurlijk spraak en vergroting. Hè? Dat gebruik ik op mijn computer ook. Dus dat is fantastisch dat je je letters groot kunt maken en ook het allemaal kunt laten voorlezen. Dus er is ook heel veel mogelijk hoor. Ja. Dus daar ben ik heel blij om. En ik luister altijd luisterboeken. Dat doe je dan ook weer op een speciaal apparaatje voor blinden en slechtzienden. Dus er is maar, genoeg. Ja, lezen is dan één, maar schrijven... Hoe gaat dat dan? Nou, je schrijft en wat je typt, dat spreekt de computer eigenlijk uit. En dan kan je ook weer wat je hebt geschreven weer laten uitspreken. Dus ik kan blind typen. Dus dat is een mooie woordspeling in dit geval. Ja. Maar en dan zegt hij dan leest hij het voor wat ik getypt heb. En zo schrijf ik eigenlijk mijn verhaal. Ja, wat het grappige is, ik kan mijn eigen boek dus niet lezen. Nee. Dus niet letterlijk lezen, zeg maar. Nee. Daar heb ik allemaal weer hulpmiddelen voor nodig om dat te laten voorlezen. Dus ja. Ja, en het is jouw derde boek, hè? Ja. Want je eerste boek, waar ging die over? Dat was Plus 23. Nou, dat ging over mijn revalidatieperiode. Wat ik verteld had, ja? Die 12 jaar geleden, dat ik... naar aanleiding van die val dat ik hulp ging zoeken en dat ik het eigenlijk ging accepteren en mijn hele leven eigenlijk omgooide om toch makkelijker te leven. En mijn tweede boek is Expeditie Ribbelroute en het gaat eigenlijk over hoe ik in het dagelijks leven daarna ben omgegaan met mijn slechtziendheid. Dus ook met vakanties, met vrienden, met mijn werk, met allerlei dingen. Dat je bijvoorbeeld naar de sauna gaat of zo, weet je wel. Ja, en dan sta je in je naki met alleen een stok. Nou ja, dat is heel raar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan voel je je opeens echt heel naakt.
Ja. Ja. En toen ben je begonnen met je blog of met je Facebook. Ook op Facebook. Ja. Ja. En dat is wel begonnen omdat ik zag wel meerdere mensen die hun huisdier dan op Facebook hadden of op Instagram. En die schreven dan verhaaltjes namens hun dier. Ik dacht, oh, dat is leuk om dat namens Joko te doen. Omdat zij natuurlijk heel veel met mij meemaakt. Ja. En als zij dat dan vertelt, dan kan ze dan ook wel een beetje grappig zijn over mij dan. Ja, over haar baasje. Ja, dat vond ik eigenlijk heerlijk om te doen. Want dan kan je ongegeneerd gewoon lekker wat schrijven en grappen maken. Want Joko heeft gevoel voor humor. Hè? Ja, ja. Maar het grappige is, die hond die heeft ook gewoon humor. En dan heeft ze, ik zie dan die silhouet van haar oren. En die gaan dan zo scheef. Zo. En als je dan tegen haar praat, dan kijkt zij ook altijd een beetje zo mee. Dus ja, dan komen er vanzelf eigenlijk allemaal verhalen in mij op. Dus dan denk ik, oh ja, weer even een verhaaltje op Facebook. Ja, precies. Ja, ja, dat is heel grappig. En Pieter die maakt, Pieter is mijn vriend. Die maakt dan heel veel foto's. En die knal ik erbij op Facebook. Ja. Dus uiteindelijk is dat heel leuk geworden. En iedereen was heel enthousiast. En zei, oh, wanneer komt er een boek? Wanneer komt er een boek? Toen dacht ik, nou, ja, misschien kan best ik dat toch wel eens idee. Best wel een leuk idee. Dus ja, dat is er gekomen. Ja, ja, ja. Je schrijft vanuit Joko, maar hiervoor had je nog een andere hond, hè? Ja, ja, Shanda. En Shanda is helaas overleden. Die is, ja, 3 maanden geleden heb ik die moeten laten inslapen. Zij was 13. Ja, ze was al met pensioen, schreef je toen ook. Ja, ja, ja. En dat was wel, dat is ja, zo'n drama. Dat dan ja, je bent je hele leven met, of haar hele leven, bijna 13 jaar samen geweest. Ja. Het was al heel moeilijk toen ze met pensioen ging. Toen kwam Joko het werk overnemen. Maar toen kon ze wel bij me blijven. Ja, toen zag ik jullie ook wel met twee, met allebei lopen. Joko ja. in het tuig en Shanda daarnaast aan de andere kant. Dat vond ze ook helemaal prima. Ja. Ze heeft ook gelijk volgens mij de dag daarna dacht ze, oh, dan hoef ik ook niet meer te luisteren ook. En ik heb haar ook volledig als huishond toen helemaal verwend. En ik dacht ook, nou, je hoeft ook niks meer. Nee, precies. Je hebt je best gedaan. En, het is sowieso al moeilijk om je huis niet te verliezen. Oh, maar als je zo'n geleidehond, waar je dus echt van afhankelijk bent, is het helemaal een drama. Ja, dat is wel heel heftig. En ook al werkte ze al 3 jaar niet meer voor me, het is gewoon, onbeschrijf. Iedereen die wel eens een dier verloren is, die weet dat, maar dat is niet te beschrijven. Nee, ik snap het. En je bent ook met een geleidehond, je bent dag en nacht met elkaar eigenlijk. Hè? Het is niet een hond die je thuis laat. En het is een hond die ook, ik was altijd nog wel, zeker in het begin, toen ik mijn geleidehond, Shanda eigenlijk net had, was ik vrij bang in druktes. Dus op Centraal Station had ik wel last van angsten. En ja, ik overzie het niet en ik vond het allemaal heel benauwend. En die hond, die was echt, ik ga dit voor jou doen. Ja. Ik ga jou door die menigte leiden. En die schoof ook als het ware een soort van mensen opzij, zodat ik er een soort van langs kon. Ja, ja. Ja, en dan heb je zo'n band dat je denkt van wauw, dat je dat voor me doet. Ja. Dat je zo, eigenlijk haar leven in dienst van mij stelde en me zo gerust stelde. Ja, dat vergeet je nooit meer. Nee, en super opgevoed dan ook, hè? Want dat doet dan een ander, hè? Daar heb je zo'n school voor, toch? Ja, ja, andere mensen voeden hem op. Zit dan in een puppypleeggezin eigenlijk. Ja? Dan doen ze de basiscommando's en dingen leren. En dan gaan ze ook weer naar de hondenschool. En dan trainen ze haar om echt geleidehond te zijn. Ja. En daarna krijgen wij ze pas eigenlijk. Ja. En hoe oud was Joko bijvoorbeeld toen? Joko was volgens mij 1 jaar en 8 maanden, zoiets. Oh, toch wel vrij jong nog. Ja, redelijk snelle leerling. Dus dat ging goed. Ja, en dan is het wel wennen hoor. Nu met een andere hond. Want Shanda deed dingen toch anders. Ja. En Joko. Ja, ze hebben toch hun eigen karakter, hè? Ja, absoluut. Ja, Joko is heel erg blij. En Shanda was heel serieus. En die was altijd. Die nam de taak ook heel serieus. En Joko die kijkt af en toe van, oh. En die moet ik dan soms wel bij de les houden. Van Joko, let je wel op? Oh ja, ja. Oh, doe ik wel. Weet je wel. Ja. Maar Joko is heel grappig ook. En, maar het ligt misschien ook aan wat je zelf reflecteert. Dat want denk ik. Toen jij natuurlijk Shanda kreeg, zat je zelf ook anders in je vel. Precies. Ja, ja. En toen had ik dat ook veel meer nodig. Zo'n hond die mij echt beschermde. Dat vonden die misschien en, wel. Ja. Dat idee heb ik ook. Ja. En dat vind ik wel leuk. Dat je dan de hond die je krijgt niet de hond die je wil, maar de hond die je nodig hebt, zeggen ze wel eens. Ja. Ja, dat ja, bij alle tweede honden is dat zo mooi gegaan. Ja. Oh, fijn. Nou, en nu dat boek. En je bent vandaag, je staat de hele dag hier. Ja, ik ben aan het signeren. Ja. Nou, ze zijn al allemaal veel mensen geweest. Ja, ja. Oh, leuk. Ja. Dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Dus ik ben heel blij. En mensen van vroeger. Mensen die mij toch kennen van de basisschool en zo. Ja. En vriendjes van vroeger. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, ja. Nou, ik hoop dat je dus veel aandacht krijgt voor je boek. Ja, hartstikke leuk. Ja, en hij is bij de Nimo te koop. Ook bij Primera.
Monnikendam. Ja. Ik zal het ook even gelijk zeggen. Ja. En als je niet naar de boekwinkel wil, kan ook. Dan kan je naar www.annemiekvanmunster.nl. Daar is je ook te koop. Oké, nou helemaal goed. Heel veel succes. Dankjewel. En nog heel veel mooie verhalen. Ja, hè, die komen er ook zeker Facebook. Nog hoor. Ja. Gaan we weer sparen voor een tweede boek namens Joko. Oké, dankjewel. Graag gedaan.